Ik ben Hans Aarsman. Mensen vinden mijn achternaam raar. Dat vind ik zelf ook. Op school riepen ze namen reetvent en kontkerel. En dat hield pas op toen ik ging boksen. Het is niet zo dat ik iemand in elkaar hoefde te slaan en zo. Maar uh, ja, ik had een keer mijn bokshandschoenen in mijn schooltas meegenomen. En in de klas vielen ze eruit. En toen was het opeens afgelopen met reetkerel en kontvent. En dat is eigenlijk zo gebleven tot ik ging twitteren. Toen kwamen er opeens allemaal tweets voorbij met... Ha, 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 je zal de ganse aars beneden. Hi, hi, wat een achternaam, weet je wel. En ook met die hele grote letters er zo en zo bij. En niet een paar, maar afgelopen maand waren het er 42. En op zich is het allemaal niet zo erg. Maar ik probeer natuurlijk te vergeten dat ik zo'n rare achternaam heb. En door die tweets word ik er steeds aan herinnerd. En wat ik toegedaan ben, is eigenlijk een onderzoekje... naar wat voor type mensen dat nou zijn die die... Tweets uh, de hele tijd de wereld in stuurde van het H -h -h, ons Aarsman. En dat heb ik toen in de grafiek gezet en het ingedeeld naar leeftijd. Kijk, dan heb je zo de i as hè. Dan heb je zo de x-as. Nou, dan zijn hier, doen we hier de leeftijden: 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, 60 jaar. En dan doen we hier. Doen we, uh, het aantal Aarsman tweets per duizend, nee, per miljoen Twitteraars. Ja, we moeten het groot aanpakken. 30, 40, 50, 60 per miljoen Twitteraars. Nou, Als mensen in de wieg liggen, dan zijn ze nog niet aan twitteren, dus dat duurt een tijdje. En dan worden ze puber. En als je puber bent, dan ben je ontzettend bang dat mensen je belachelijk vinden. Dus vind je andere mensen ook gauw belachelijk. En, maar goed, dan ben je puber voorbij en dan krijg je verkering. En dan koop je een huis en een baan en een auto en zo. En dan daalt het zo naar je veertigste. Want je bent met totaal andere dingen bezig. En dan begint het weer uh, te stijgen zo. 150 en dan zo. In het bejaardenhuis, dan vinden ze opeens mijn achternaam weer erg raar. Als je dit, nou een onderscheid gaat maken tussen mannen en vrouwen, dan krijg je dit. Dus. Uh, als zij jong zijn twitteren ze niet en dan krijg je de puberteit. Dan gaat het omhoog en dan daalt het weer zo rond de veertigste. En bij vrouwen, rood is vrouwen, dan daalt het gewoon zo verder tot hun ste En dan uiteindelijk belandt het op nul. Vinden ze mijn achternaam helemaal niet meer raar of het interesseert ze niet. Terwijl mannen, zo'n begin allemaal nul, puberteit omhoog, 40ste daalt het weer. En dan gaat het sky high en in het thuis en stikken ze bijna in de aarsman in de tweets. En als ze nu... Zo'n Aarsman-tweet voorbij komt hè, op, op, op Twitter, dan denk ik: Oh, handig, dat kan ik goed gebruiken voor mijn onderzoek.